Goedenavond, dames en heren. Opnieuw in Rotterdam, hier is Gert Berg. Goedenavond allemaal. Bomvolle danssalon in Rotterdam. Goedenavond. Dank u wel. Goedenavond. Welkom bij Berg. Wat hebben we vanavond voor u? LaToya Jackson. Ze doet een boekje open over de jarenlange terreur van haar vader. In ons conflict de gebedsgenezeres Jomanda tegenover de psycholoog Bugel. Is Jomanda een wonderdoenster of een ordinaire oplichtster? De zangeres zonder naam praat over haar inzinking na haar afscheidsconcert precies 4 jaar geleden. En na vorige week, nu al een rage, meezingen met de karaoke. Vanavond oud-Ajaxiet Sjaki Zwart met zijn dochter Rebecca. Precies 4 jaar geleden nam ze van de een op de andere dag afscheid van haar publiek. En 2,5 jaar later overleed haar man Jo na een huwelijk van 40 jaar. De koningin van het levenslied. Ze kwam in een depressie terecht. En ze vertelt nu hier voor het eerst hoe ze over die zware periode heen is gekomen. Dames en heren, Mary Servaas. Ja. Ze hebben u gemist, volgens mij. Ja, maar ik heb het publiek ook gemist. En dat is, dat heeft ook een hele rol gespeeld door die inzinking van de kat. Want het is 4 jaar geleden dat u afscheid nam zo van de een op de andere dag. Ja. Ophouden met zingen, wat u meer dan 50 jaar had gedaan. En in die tussentijd, in die 4 jaar, nooit meer eens een keertje lekker gezongen? Nee. Want het succes, als ik zelf mag zeggen, was erg groot toen. Ik had vreselijk veel werk gekregen. Ik kwam in discotheken, ik kreeg ineens de hele Nederlandse jeugd achter mij. Ik wist soms niet meer of ik een jongen of een meisje was. Zo werd er met me gesleept. En de ene disco na de ander, bodyguards, dranghekken, ze vielen flauw. Nou ja, dat had ik vroeger. Toen was je wel 68, ja, hè? Ja, dat had ik nooit durven denken. Maar in ieder geval, en dan ineens ze kunnen zeggen, ik stop. Ik had niet gedacht dat het zo emotioneel zou zijn, want ik heb een fantastisch publiek altijd gehad. Heeft u helemaal niet meer gezongen in die 4 jaar, of niet een keertje stiekem in die badkamer? Nee, dat deed ik toch niet, ook in de goede dagen. Ik heb thuis nooit gezongen. Ze zeiden wel eens tegen mijn man, u bent gelukkig, u hoort die vrouw de hele dag zingen. Maar hij zei, vergeet het maar, want ik hoorde het nooit. Nee, zingen was alleen als ik de bühne op kon. Ja. 2,5 jaar later, dat is nu 1,5 jaar geleden, verloor u ook uw man Jo, dat was uw kameraadje. Het zijn 2 dingen waar je dan kort na elkaar afscheid van moet nemen. Het zijn 2 rouwprocessen. En het ergste is, en dat vonden de doktoren ook, dat alle nare dingen, zowel uit mijn carrière, je weet, ik werd altijd de vloer aangeveegd met mij. In de recensies. De zangeres, ja, recensies. En dat komt dan allemaal terug doordat je eenzaam bent en je leven komt weer terug. Er komen nare dingen uit, ook al is een huwelijk 40 jaar, dat speelt zich ook natuurlijk wel eens wat af. Maar dat komt allemaal terug en dat vonden de doktoren zo erg, dat die konden dat niet begrijpen. Hoe eenzaam was u? Vreselijk eenzaam. Want ik heb geen familie waar ik woon. Vrienden en kennissen die wonen of in Maastricht of Eindhoven of in Brabant. Dus ik zat, vooral de weekenden zat ik veel alleen. En dan had ik zo'n zware inzinking dat ik echt dood wou. Ik wou echt dood. Iedere dag had ik een vriendin thuis die alles voor me doet. Maar de weekenden was ik alleen. En dan zat ik van vrijdag tot maandags in de stoel. Huilen, emmers, tranen heb ik gelaten. Ik kwam er niet uit. Totdat de huisarts me naar een psychiater stuurde. En daar ben ik fantastisch opgeknapt. Zeer zeker ook vanavond dat ik hier bij u ben. Dat zou ik normaal allemaal afgezegd hebben. Maar ik wil dus weer onder de mensen komen. Het is voor het eerst dat u dit weer voor doet. Voor het eerst, ja, dat ik weer voor tv ben. U zegt dat u door die psychiater erg geholpen bent. Maar wat me dan verbaast, als u 50 jaar in het vak zit. Je zou zeggen, je maakt veel vrienden onder de artiesten ook. Ja.
waar zijn die mensen gebleven? Waar u ja, ook dat is goed het juist. Omdat ik zeg, de nare dingen komen naar voren. Je leert ineens wie je vrienden zijn. En je hebt op een moment heb je niemand meer over. Terwijl ik al 53 jaar heb gezongen. Waarvan 33 op de plaat. Maar ik hoor van veel artiesten, zie of hoor ik niks. En toch blijf ik hun carrière volgen. Vindt u dat niet raar, dat ze niks van zich ja, laten horen? Ja, er zijn er wel onder die heel, heel lief zijn. Maar er zijn meestal de artiesten waar ik nooit mee gewerkt heb. Zoals Marie-Cécile Moerdijk, Jan-Simon Minkema en die allemaal. En die zijn erg trouw, die schrijven meestal. Maar is dat een teleurstelling? Als je merkt dat al die mensen waar je zo lang mee gewerkt hebt, nooit meer wat van zich laten horen? Dat vind ik wel, want ik heb altijd geprobeerd en gedaan om een fijne collega voor een ander te zijn. En dat zie je nou dan zo ineens vergeten. En ik zit de hele dag voor televisie. Ik wil toch iedere collega wil ik zien werken en wat hun succes is. En ja, zelf, van mijzelf wordt er niks meer gedraaid. Dus, want ik heb over de 600 liedjes in het algeheel opgenomen. En er moet toch wel eens een liedje zijn die aangevraagd wordt. Weet je wat ik zo vreemd vind? Nederland hield van u, hè? Nederland houdt nog steeds van u. Als ik naar het applaus luister dat u hier krijgt. Dat iemand waar een land zoveel van gehouden heeft, dat hij zo eenzaam kan worden. Ja, het is, ja, ik hield van mijn publiek. Hè? Dus, en dat viel ineens weg. En dan de dood van mijn man. Ja, ik kwam er niet uit. Het woord psychiater is waarbij veel mensen denken, dan ben je gek als je daar terechtkomt. Maar dat is dus helemaal niet zo. Want die mensen die halen je helemaal uit de put. Dat is fantastisch. Hoe helpt dat? Door erover te praten? Veel praten. Dus wat ze zeiden, dat die nare dingen allemaal terugkomen. Allemaal eruit gooien. Gooi maar eruit. En nou, als je je daaraan houdt, dan lukt dat wel allemaal. Er zijn, denk ik, weinig mensen die hier zo zouden vertellen dat ze bij een psychiater zijn geweest en dat dat zo geholpen heeft. Ja. Waarom vertelt u dat? Nou, omdat net wat ik zeg, het is een groot woord, psychiater. Ze denken dat er wat aan je mankeert qua hersens. Maar dat is dus helemaal niet zo. Je wordt fantastisch opgevangen. En laat je maar praten en je kan er alles uitgooien. En dat lucht enorm op. Ik denk dat er meer mensen op dit moment naar de televisie kijken die grote klappen in hun leven hebben gehad. Wat zou u daar tegen zeggen? Zorg dat je goede vrienden hebt en zorg dat je niet zo alleen komt te staan. Zeker niet wat ik dus in het begin had, in een hoekje gaan zitten en treuren. Maar ja, er moet wel een arts zijn die je daar naartoe stuurt, die het nodig vindt. Of goede vrienden. Public. Of goede vrienden, want naarmate je ouder wordt, verlies je ook meer in je omgeving. Ja, hè? Ik heb, als ik die hele carrière nakijk, dan heb ik maar heel weinig vrienden overgehouden. En dat zijn wel de echte. Ik denk dat u na vandaag weer een heleboel brieven krijgt. Kan bijna niet anders. Nee. Ik heb u gevraagd om nog eens een keertje voor ons te zingen, maar u zegt, ja, daar heb ik geen zin in. Ik ben geen Heintje Davids, afscheid is afscheid. Dan hebben we uit uw laatste afscheidsconcert, uw enige afscheidsconcert ook, een stukje gehaald, dat was van de VARA. En daar zong u, weet u het nog, Mijn Weg. En dat was My Way. Mijn leven, ja. Mijn leven. Ja. Mijn leven. Zullen we even naar gaan kijken? Goed. Ik heb een verrassing voor u. Er is toen een live LP uitgebracht bij Varagram. Ja. U weet dat als daar 50.000 van verkocht zijn, dat je daar een gouden platen, gouden CD voor krijgt.
U hebt die 50.000 gehaald en de VARA was zo lief dat ik die aan u mag aanbieden. Oh.